Deze knikkerkast, ja, die ga je natuurlijk zelf helemaal aankleden met jouw eigen creativiteit. Maar het is wel belangrijk voordat je elementen gaat maken, dat je weet hoe die bal nou precies geanimeerd gaat worden. En dat doen we eigenlijk door middel van een simulatie. En die simulatie die kan ik je laten zien als we er even eenvoudig een tube bij gaan plaatsen. Een tube is natuurlijk een holle buis. Die standaard een beetje groot is. Nou, als het goed is, weet je nog hoe groot de marbel was, de knikker. Die was 60 mm. Um, dus ik ga ervoor zorgen dat deze tube ook een. Uh, groot heeft waar de knikker doorheen kan gaan. Dus laat ga kiezen voor 90 mm um, en dan misschien uh, 80 mm als inner radius. Um, dus heeft een dikte van 10. Hartstikke mooi. En vervolgens uh, maak ik hem ook ietsje, ietsje korter. Kortere buis. Uh, en om natuurlijk ervoor te zorgen dat die knikker erin kan gaan, als een soort van glijbaan, ga ik hem open slicen. Uh, en met deze slice aan um, kies ik nou, hij staat nu uh, met de open kant naar ons toe. Dus laat ik hem ietsje gaan draaien met een 90 graden op deze manier. En dan 3 keer 90 maakt 270. En als het goed is zien we hem dan hartstikke mooi op deze manier staan. Gaan we hem nog wat roteren op deze wijze. En plaatsen we hem wat meer naar links. Het kan zijn dat je asstelsel een beetje schuin staat. Op deze manier. Dan krijg je hem niet echt helemaal recht omhoog. Dat doen we natuurlijk... Maar wanneer je het coördinatensysteem anders omzet, dan staat hij hartstikke mooi recht en kunnen we hem gaan plaatsen voor het gat. Op deze manier. Misschien nog iets minder schuin. En hoe minder schuin, natuurlijk hoe langzamer die gaat rollen. Dat is natuurlijk heel het idee van zo'n knikkerbaan. Nou goed, als we hem nu zouden gaan afspelen gebeurt er natuurlijk helemaal niks nog, want er is nog geen enkele simulatie. Laat ik wel even checken of de buizen inderdaad er netjes voor zitten. Nou, ook hier in deze view zie ik dat hij mooi... Onder het balletje hangt. Dus dat, dat moet goed gaan komen. Dus we gaan hem voorzien van simulatietags. Simulatietags, simulatie daarmee begin ik met de marble zelf. Met de rechtermuisknop kun je daar de, de blood tags bij vinden. En ik kies hier voor de bowlingbal, de rigid body. Die geeft een bepaalde massa, een bepaalde zwaarte aan de bal. Die er nu al gelijk op zit. Um, en dat is handig om te weten. Uh, als we hem nu zouden afspelen, dan zou die gelijk al gaan, uh, gaan vallen, die bal. Uh, dus als ik nu mijn uh, andere view even bijpak. Dan zie je hier de bal hangen en als ik hem afspeel dan valt hij. Laten we hem even in deze view ook weer bekijken. <laughs> en dan eh, speel je hem af en dan zie je hem na het gelijk vallen en zie je er, er verder er geen bal meer van. Um, maar goed, dat is uh, ja, weer opgelost door hem weer terug te zetten op frame 0. Um, en kunnen we hem in de grote view gaan kijken. Uh, die timing die gaat zo meteen nog wel, uh, wel komen. Dus als die bal naar beneden valt, dan willen we ook wel zorgen dat hij ergens op terecht gaat komen. En dat noemen we een collision. Dus hij moet ergens op stuiteren, colliden. En dat doen we met ook weer de rechte muisknop op de tube. Dan de bullet tags. En dan daar vind je de collider body. Nou, en die zorgt er dus voor dat alles met een, uh, met een bepaalde massa erop terecht komt. En door de middel van de vrijvingers zal er dan wat, uh, wat beweging gaan ontstaan. Uh, laten we het nog een keertje opnieuw afspelen. Dus uh, terugspoelen naar het begin. En uh, afspelen. Ja, en dan zien we hem natuurlijk al gelijk weer, uh, weer wegvallen. Uh, want er valt in deze view niet zo heel veel te zien. Ja, en dan kom ik gelijk een beetje uit op, het, uh, ja, op de animatie zelf. We willen natuurlijk wel alles wat jij gaat maken echt in beeld hebben. Dus ik wil eigenlijk pas vanaf hier. Uh, een stuk in de opdracht, frame 115. Uh, moet die pas echt gaan, gaan vallen. Uh, dan is hij netjes in beeld. En bij eh, 325 eh, mag hij pas weer het beeld gaan verlaten. Dus je wil hier pas eigenlijk dat hij die massa gaat aanzetten. En eerder niet. Nou, dat heeft te maken met de tag. Dus als ik naar de marble ga, dan zien we hier weer die bowlingbal eraan vastgeplakt zitten. Ja, die bowlingbal die heeft een aantal eigenschappen. En die zegt bijvoorbeeld hier bij de Dynamics dat die al ja, standaard aanstaat. Nou, als we hem uitzetten, dan zal die dus niet meer gaan, gaan animeren. Ik zit nu in frame 114. Eh, dus ik kan daarvoor nu een keyframe aanmaken. Uh, dat op uh, frame 114, tot daar, is hij dus niet enabled. Hè, want het vinkje staat uit. Gaan we één frame verder. En dan zetten we hem daar aan. Ook weer een keyframe maken, hier net naast enabled. En nu is hij dus echt enabled, want er staat een vinkje bij. Ook hier is dus het, uh, het keyframe aangemaakt. Um, dus dan zal hij nu pas gaan vallen bij een play. Wordt hij getriggerd. En dan pas valt de bal. Netjes door het gaatje. Nou, natuurlijk wordt de knikkenbaan bij jou nog een heel stuk interessanter. Uh, maar dat is wel een beetje het, het idee. Nou, als we hem nog iets uh, verder zouden gaan uitbreiden, dan zou het de tube bijvoorbeeld kunnen gaan, uh, gaan kopiëren. Ik hou de command ingedrukt op mijn toetsenbord. sleep hem wat naar beneden. Uh, roteer hem nog wat de andere kant op. En zet hem vervolgens weer naar, uh, naar rechts. En als het goed is, uh, zit dan ook gelijk al die collider body. Zit er op die collision. Um, dus als ik nu zou afspelen, dan krijg je al een soort van tik-tak. En moet dat leuk gaan worden? Komt de knikker. Hoppa. Ja, en aan jou is natuurlijk de taak om daar de ja, toffe elementen voor te gaan, gaan creëren. Um, die kan je natuurlijk ook al heel goed tekenen, bijvoorbeeld in Illustrator. En dat gaan we doen in de volgende tutorial. Tot de volgende!